Ik ben Harm Post, directeur van de haven van Lauwersoog. Prachtige haven, gelegen aan de rand van werelderfgoed Wadden. Met aan de horizon Nationaal Park Schiermonnikoog. En achter ons Nationaal Park Lauwersmeer. We staan nu op de kruin van de dijk. Die er straks niet meer als zodanig zal zijn. Aan de oostkant van de haven. Die dus een belangrijk punt vormt voor de nieuwe ontsluiting van die haven. Iedereen kan zich de eerste rotonde voorstellen als je vanaf Groningen over de Marneweg naar deze mooie haven rijdt. Die rotonde krijgt een extra afslag, eigenlijk de eerste afslag. Die eerste afslag voert je langs de achterkant van de dijk en dan met een grote boog, want die vrachtwagens moeten over de dijk heen en niet door de dijk heen. Er komt geen coupure of zo, dat zou de dijk te veel verzwakken. Je moet over de dijk heen rijden en vervolgens aan de andere kant van de dijk de haven ingaan. Het waterschap wens ik een project toe wat soepel verloopt, binnen de budgettaire kaders en binnen de tijdsplanning wordt gerealiseerd, zodat ook de veiligheid voor ons gewaarborgd kan worden. En ja, de aanleg van die weg, dat levert een hele belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid en aan de toegankelijkheid voor de hulpdiensten als er een calamiteit in de haven is. En stiekem hopen we ook nog een beetje te profiteren, commercieel gesproken, van alle spullen die voor die dijkverzwaring hier nodig zijn.